Kijk, haartjes weer lekker fris en fruitig. Zo even rondleiding geven. Wie is daar? Hi. De master uit Den Haag. Ah, master, tegenwoordig master. Een tokootje hier, jongens. Hey. Kleintje. Een kleintje. Maar voor mij ideaal, 10 minuten bij mijn huis vandaan. Kijk, 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 kijk. Op de Ambachtsgaarde in Den Haag. In de tatoeshop bij G's & Gents. Ik zal jullie even een stukje laten zien. Zometeen, tenminste ga ik er binnen laten zien. Maar eerst gaan we eerst nog eventjes hier. Kijk, daar is die. Hoe lang zijn we nou bezig, Bob? Hier zo, vanaf dat je gestart bent? Vanaf dat ik gestart ben, nu een week. Een weekje. Ik ben pas een weekje begonnen. En vandaag belde ik hem om kwart voor vijf? Ja, zoiets. Kwart voor vijf. En om 17:30 zat ik hier in de stoel. Ja man, kijk, ik kan gewoon op afspraak. Het is gewoon gezellig. Afspraken, jongens, hey, hoor je dat? Leuk. Dan is het gewoon inderdaad een afspraakje maken en gaan. Bellen, WhatsAppen, alles erop en eraan. Juist. Facebooken. Ik zal dadelijk inderdaad ook een telefoonnummer erbij zetten. Dan gaan we even kijken. Ik vind mijn haar toch wel weer netjes vandaag. Kijk, de achterkant, het ziet er wel weer leuk uit zo. Ja. Echt hè? Als je zag wat de pruik het was, nou, dat zie je dadelijk ook wel weer in de filmpjes terug. Want ik ga natuurlijk foto's van tevoren gemaakt. Ik ga jullie zo meteen meenemen naar binnen. Ja, gaan we. Kom. Hoi. Hey. Oh, een vrouw in een barbershop. Oh, het is natuurlijk niet alleen een barbershop. We hebben hier natuurlijk ook... Een tattoo shop. Voor die tatoeërings. Dan gaan we even naar Dobbs Corner. Nou, Dobbs Barbershop. Hier zullen we doen een beetje knippen. Je gebeurt dat gewoon. Een beetje scheren. Hoi, Joe. Hoi. Net zoals je getatoeëerd wil worden, dan kan ik haar. Je vindt niet erg dat je gefilmd wordt? Nee, ik vind het allemaal niet. Oké, goed zo. En ze is super snel. Ja, mooi. We waren net in dat... Maar daar gaat het niet om. Het gaat om kwaliteit natuurlijk, hè? Ja, dat is ook zo. Want het snel gaat, ze leuke buitens. Denk je, al die jongens die kunnen allemaal wel eens heel lang een baard laten staan, maar die kunnen allemaal geen pijn meer aan, hoor. Nee, even serieus. Dit is ook wel leuk, hè? Die kijken wat aan. Ja. Subtiel, hè? Subtiel. Oh, zo, ik moet jullie even wat laten zien, jongens. Hey, moet letten. Het plafond in deze zaak. Zo, je hebt echt wel aardig wat werk ingezeten ook gewoon. Hoe lang zijn ze hier al bezig geweest, weet je wel? Ik heb geen idee, maar de meeste werk hier is het wel. Mooi. Nice. Dus ja, man, je wordt geknipt onder Easy en Toepak. Mooi, zo bizar hoor, dit valt in ieder geval genoeg te zien hier zo. Oh, nou, dat was Dobbs Barbershop voor vandaag. Er komen nog meer, komen nog meer afleveringen aan dadelijk. We gaan eerst pleiten en als je je vriendin mee wil nemen, kan het ook hier. Ja, ze mag gewoon naar binnen. Ze mag alleen niet met knippen bemoeien, want dan moet ze de deur uit. Juist, precies. Dus, naar binnen in je mond houden. Ja. En belangrijk puntje, gratis parkeren. Jongens, laters.